Voordat die denken van, hey Remco, je computer maakt een veel lawaai. Dat is niet waar. Dat is mijn ventilator die hier vol aan staat te blazen. Kijk maar hier, daar staat hij. Ja, die zat vol te blazen op mijn benen, want ik heb het echt snik en snik heet. Vorige week woensdag, donderdag zei ik het al open in Nederland op de camping. En en nu heb ik maar een ventilator bij me neergezet, want ik heb het gewoon snik heet. Dus heet hè? Jazeker. Nou, we gaan naar de, ja, laten we maar naar het begin beginnen. We gaan gewoon proberen om helemaal van het begin te beginnen. Dus laten we dit achter ons en gaan we met deze video beginnen. Yo, kijk eens voor kanaal. Ik ben daar wel als video van al deze donderdag 6 juli. In mijn nieuwe aflevering van Nederland nabouwen op de camping, aflevering 3. Jojo. Ja, na dit nog gaan we zo eens verder. De hele zomer lang gaan wij Nederland nabouwen op de camping. Zomer zie je bij Remco zijn passie. Ja, mensen, wel overheen op deze dinsdag. Donderdag bedoel ik het. Waarom heb ik begin met dinsdag? Ik zet hem iets aan de microfoon. Ik weet niet of dat storend is met de ventilator. Valt mee. Valt met. Ja, in de vorige aflevering waren we natuurlijk bezig met de campingen, de ruwwinkel, ja. Ik ben benieuwd of mensen dit jaar ook op vakantie gaan in Nederland of je gaat naar het buitenland. Kan ook. Ik ga zelf altijd blijf ik in Nederland. Ik ga volgend jaar waarschijnlijk naar het buitenland. Ik weet nog niet zeker of dat doorgaat. Maar ik ga waarschijnlijk volgend jaar naar het buitenland. Misschien naar Amerika. De Verenigde Staten. In de vorige aflevering zei ik toen ook alweer dat ik bezig zou zijn met dit hier. Dat ik dit zou oplossen. En ik heb een beetje. Ja, ik zie het nu pas wat eigenlijk de bedoeling is van dit stuk. Eigenlijk. Je moet gewoon kijken naar. Je moet gewoon. Ja, spiegelbeelden. Kijk eens aan. Ik hoop dat het nu goed gaat, anders ga ik mezelf uit het raam gooien. Ja, dit is perfect. Dit is perfecto. Hoe je het kan noemen. Ja. Maak het natuurlijk wel wat breder natuurlijk, want anders is het ook zo klein en klein en ding. Dan is het echt letterlijk Minecraft. En dat gevoel wil ik niet geven. En als mensen kritiek hebben over mijn bouwstijl, dat mag. Je mag altijd kritiek geven. Iemand had een rare reactie gestuurd. Volgende keer verborgen houden, alsjeblieft. En dan denk ik van, ik doe mijn best. En ik ben ook niet zo goed bouwen. Maar ik probeer elke donderdag wel een gloednieuwe aflevering te maken. En dat kost best wel veel tijd. En ik ben al de hele dag aan het werk. En dan, ja. Ik doe het eigenlijk allemaal, ja. Ik doe het allemaal voor jullie. En ik wil zo leuk mogelijk content maken. En dat wil ik ook nog jaren doen. Dus ja. En het wordt alleen maar beter, kan ik vertellen. Want vanaf november komt er ook een hele thema aan. Dus daarbinnen komt meer informatie over. Ik begin al in november. Kan je nagaan. Hoe ver ik al vooruit aan het denken ben. Dus. Oké, we gaan de lijnen hier neerleggen eigenlijk, want dat is eigenlijk de prioriteit nummer 1. Want hier zitten lijnen. Hier zit ongeveer een lijn hier. Dit is niet echt recht. Hier zit ongeveer een lijn. Hier. Geen idee. Doe me wat. Je moet zo denken bij mij, ik doe me wat.
Zo. Let's go. Juist. Hier staat ook een bordje zo te zien. Hier ook aan het begin van het, ja, het park. Er staat een bordje met parkeerplaats. Deze is heel oud. Deze was september 2009. Ik denk dat hier een bordje staat met ja, vakantiepark. anders is het wel heel lang geleden. Kijk, dit zijn beelden van 2023. Gaan we even terug in het. Gaan we even beginnen. Kijk, hier staat ook gelijk een. Leuk! Ja, heel leuk. Heel leuk bot. Oh, de bot staat nog steeds. Grappig. Waarschijnlijk is dat, zeg maar, zo bot. Ja, gewoon. Voor de leuk. Maar de parkeer is wel echt, maar daarom is gewoon voor de. Ja, omdat het zo oud is. Misschien. Heeft daar iets mee te maken? Geen idee. Ik zeg maar wat. Ja, daar ben je jullie van me gewend. Oké, hier een paaltje naar boven. Even kijken hoor. Blue Sweet Home. Deze blauwe, lichtblauw, babyblauw. We hopen dit, hè. Misschien zoiets. Jezus, what the fuck. Zeg maar rot. Moet dat zo fucking hard? Ik hoor het hier zelfs. P. De P van parkeren. Goh. Ja, wat is. Goh. En ja, het zijn, jullie merken het wel, de afleveringen zijn heel kort en krachtig. Maar dat. Nee, krachtig natuurlijk. Maar dat komt omdat anders, ja, red ik het nooit eind van de zomer om dit allemaal af te krijgen. Want ik wil hier volgend seizoen ook weer een seizoen van maken. Dus. Misschien voor dit najaar. Geen idee, zie je wel. Als dat de herfstvakantie begint, misschien, weet ik veel. Herfstvakantie wordt ook echt niet echt gevierd, zomervakantie wel natuurlijk. Even kijken. Dit is moeilijk. Want hier zit een heel mega groot parkeerplaats. Met geen streep. En hier zijn wel bomen, dus misschien kan ik even wat bomen toevoegen. Misschien is dat leuk. Juist. Hoppakee. En hier een paar planten. Boomkes. Oké, dat is niet recht. Dat is sowieso niet recht. Val ik weer weg? Zo. Even kijken hier een. Fuck. Dit is best wel moeilijk. Shit, jong.
Oh man, 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 man. Dit gaat helemaal verkeerd om, jongen. Dit is helemaal niet goed, jongen. Jongen, jongen, jongen. Ik ben druk, I know. Maar het mag. Oké. Gaan we nog een keer proberen. Chalas. Chalas. Dat was het wel. Ja, dat klopt aardig. Ja. Ja, ik ben niet zeer tevreden over, want het loopt nog steeds een beetje scheef. Beetje misschien. Ik heb een beetje mijn spiegelbeeld gedaan. Kijk hoor, of dit goed loopt. Dit loopt aardig. Goed. En dit even wat breder maken natuurlijk. Dit even maken en dan gaan we weer de aflevering afsluiten. Ja, zeker mensen. Ja. Ik bedank je vast voor het kijken. Voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond natuurlijk. Dat is altijd zo bij deze serie. En ja, wij zijn dan gewoon volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van deze serie. Hopelijk zie ik je dan. Tot dan. En ja, misschien een fijne vakantie straks. Binnenkort. Nou, joejoe.